altijd een zwak gehad voor vliegtuiggames. En natuurlijk wel de actie-georiënteerde vliegtuiggames. Dus niet de flight simulator. Dat is alleen voor grote nerds en een jongen als Joey de Mol. Die dat blijkbaar erg grappig vindt. Sorry Joey als ik nu je geheim verklapt heb. Maar dingen als Ace Combat, dat vind ik lachen. En vorig jaar probeerde Ubisoft een soort alternatief te bieden voor Ace Combat. Met Tom Clancy's Hawks. Was een aardige game. Heb ik me mee vermaakt. Maar vooral verhaal technisch en... herhaling in de gameplay zorgde ervoor dat het toch niet de topper werd die het had moeten worden. Dit jaar krijgt Ubisoft een tweede kans met Tom Clancy's Hawks 2. Als je voor het eerst met Tom Clancy's Hawks 2 aan de slag gaat, dan vallen vooral het visuele spektakel in positieve zin op. Het eerste deel zag er al best wel goed uit, maar op de grond was het soms nog een beetje niet erg veel detail vol. Maar in het tweede deel is dat probleem echt helemaal opgelost. We hebben 4 verschillende missies gezien en op het gebied van variatie niks klagen. Het Midden-Oosten met een soort klein dorpje waar je alles moet afknallen. Een booreiland waar je alles moet afknallen. Een missie in de bergen waarbij je vijanden moet afknallen. En een missie die zich 's nachts afspeelt waarbij je ook alles moet afknallen. Het ziet er allemaal heel goed uit, maar zoals je misschien al een beetje merkt, het is afknallen, afknallen, afknallen en nog eens een keer afknallen. Ik mis gewoon een beetje een hoger doel. Een beetje iets van, oh dat is vet, dat is anders dan hetgeen wat ik tot nu toe gezien heb. Dus op dat gebied ben ik nog niet heel erg overtuigd. Missies in de lucht waarbij je dogfights hebt uitgevoerd, die zijn wel echt heel erg cool. Dan moet je echt alle kanten moet je opvliegen. Je moet proberen achter de vijand te komen. Je moet zijn raketten ondertussen zien te ontwijken. En dan zit je echt op het puntje van je stoel. Maar die missies waarbij je echt alleen met dingen op de grond moet afknallen, dat is het voor mij nog niet. Ik hoop dan ook dat er in de latere missies echt wat variatie komt. Op het gebied van sloop bijvoorbeeld een hele grote kerncentrale die echt hermetisch is afgesloten, waarbij je allemaal bepaalde dingen moet doen. Ik kan me herinneren ooit, in Ace Combat 4 had je een van de laatste missies dat je een soort van Dead Star-achtig iets moest opblazen. Dan moest je in een soort tunnel vliegen om uiteindelijk bij de core te komen en dat op te blazen. Nou, dat is nou iets wat ik echt heel erg graag in Hawks 2 wil zien. Gewoon zo'n missie die echt even iets anders doet dan de rest. En ja, dan kan het echt een hele leuke game worden. Nu is het gewoon, ja, het voelt echt als een sequel aan. En of het nou daadwerkelijk de Ace Combat bieter gaat worden zoals ik eigenlijk wel had gehoopt, daar ben ik nog niet helemaal over uit. Done.